Het is al iets meer als een jaar geleden dat de Merwedebrug die Altena verbindt met het noorden gesloten was voor vrachtverkeer door haarscheurtjes, met lange files voor al het verkeer als gevolg. Na een uitgebreide reparatie die daarop volgde, lijkt het erop dat de plannen die er al waren voor een nieuwe vervanging van de brug niet sneller zijn gegaan. Vorige week schreef minister Schulz van Hagen in een brief aan de Tweede Kamer dat de brug 56 miljoen euro duurder wordt en de termijn waarin hij gereed zal zijn langer gaat duren. Ook de omliggende gemeenten ontvingen deze brief. In de brief kondigde zij aan de beloofde planning voor het tracé Hooipolder-Houten voor de verbreding van de A27. Zij heeft in het voorjaar een brief gestuurd over het bruggenbesluit dat zij genomen had. Dat de brug op drie plaatsen, waaronder de Merwedebrug, vervangen gingen worden. In plaats van dat ze hergebruikt gingen worden. En ze had in ieder geval al wel aangekondigd van er hoort een nieuwe planning bij. Nieuwe bruggen, dat gaat waarschijnlijk meer tijd kosten. En toen heeft ze aangekondigd dat waarschijnlijk startrealisatie 2021 zou worden. Nou, dat was al een jaar extra dan dat we daarvoor al het gedacht hadden. En in de brief kondigden ze aan dat het tracébesluit, dus het ontwerp van de hele A27, in 2019 vastgesteld gaat worden. En dat ze beginnen, de startrealisatie zal zijn in 2022, dus nog weer een jaar later dan dat ze eerder al had aangegeven. En daarbij gaf ze ook nog aan in de planning dat het zuidelijke deel, dus eigenlijk het deel voor de gemeente Altena straks, tussen 2027 en 2029 gaat opgeleverd worden en het noordelijke deel pas nog een jaar of twee later. En ja, dat maakt in ieder geval dat ze de toezegging hierin ook weer doet. Dat het zuidelijke deel van het tracé in ieder geval eerder wordt aangepakt dan het noordelijke deel. En een toezegging die ze eerder heeft gedaan, waar wij Rijkswaterstaat ook wel een aantal keer aan hebben moeten herinneren van god, dit is de belofte van de minister. Nou, die hebben we gelukkig nu ook toegezegd gekregen in de brief. Daarnaast in de brief stond ook nog waarom het dan wat langer ging duren. Dat had te maken met de akte van Mannheim. Die maakten het onmogelijk om nog een middenpijler in de rivier te hebben. De huidige Merwedebrug heeft een middenpijler staan. En vanwege de openheid van de vaargeulen en de vaarroutes mag dat niet meer. En dat maakte dat de brug, het ontwerp dus nog weer aangepast moest worden op die specificaties. Wat ook wel weer een extra tijd kostte. Maar ook dat dit 56 miljoen extra ging kosten. Maar dat ze daar gelukkig een post voor had gevonden binnen het investeringsbudget van de wegen. Dus dat ook de kosten daarmee ook wel gelijk gedekt waren en geregeld waren. Dus dat niet het geld nogmaals tot vertraging zou gaan leiden. Ja, volgens mij is de kunst om bij dit soort berichten te kijken van wat is er dan voor. De brug wordt 56 miljoen euro duurder. Heeft alles te maken met het feit dat er een vrije doorvaar moet zijn van 240 meter. Dat betekent geen pijlers in de vaargeul. Dat is dus goed nieuws voor de maritieme sector. Dat het voor ons vertraging betekent, dat is wel heel erg zuur. Gelijktijdig hebben we wel duidelijkheid en de scope blijft op de A27. Dus wat dat betreft, er is duidelijkheid over het budget. Er is duidelijkheid over de termijn waarop het wordt uitgevoerd. En wat balen is, en daar balen we echt ontzettend van, is dat jaar vertraging. En vooral balen omdat dat te maken heeft met de bedrijvigheid in deze regio en met uiteindelijk de bereikbaarheid. Henk Bouwman van Altena Lokaal had in 2007, toen de tijd nog met stuurgroep Dorpsbelang, een actie om er een tunneltracé van te maken. Dit alles om de overlast in de omgeving terug te dringen. Wij hebben toen gepleit voor een tunnel. Toen in die tijd, we hebben toen als toenmalig SDC, stuurgroep Dorpsbelangcombinatie, hebben we deze foto laten rondgaan en gevraagd of de mensen wilden protesteren. En dat hebben ze in het zuiden, Sleeuwerk, Werkendam, heel goed gedaan. Want men wist wel, een tunnel zou de goede oplossing worden. We hebben toen zelfs Gorinchem benaderd en daar was er een dame, Haman, die zat toen als redactrice bij de stad Gorinchem. En die had uitgerekend hoe een fijn stof er hier in de buurt hangt bij die vierbaansweg. En als die verdubbeld wordt, wordt het nog vele malen erger. Maar wat dacht je? Gorinchem bleef slapen. Die hebben niet de acties ondernomen die we hier in het zuiden hebben gehad. De mensen hebben massaal protest aangetekend, maar het heeft niet geholpen. Men zei steeds, de kosten zijn te hoog. Maar ons inziens was dat de oplossing voor het geluid. Want wat denk je van het geluid hier in Sleeuwijk? Je hoort het nu zelf. Ik moet hard roepen om over het geluid uit te komen, denk ik, als je mij straks nog kunt horen.
Het voordeel is enerzijds, en dat is met de Merwedebrug ook, dat we nieuwe bruggen krijgen die aan nieuwe specificaties voldoen. Nou, we staan hier bij de brug en je hoort hem al erg goed. Heeft vooral te maken met de stalen constructie. Is ook bij de Keizersweersebrug zo. Dat gaat verdwijnen. Het worden betonnen bruggen, dus ook het geluidsniveau zal lager worden. En vooral het probleem bij Hank, wat we met een dubbelzijdig fietspad of met de fietspad aan beide zijden nu hebben. Dat je eigenlijk om moet fietsen, wat niet gebeurt. En we krijgen nu aan de westzijde krijgen we een dubbelzijdig fietspad, waardoor je dus niet meer om hoeft te rijden vanuit Hank als je richting, of als je eigenlijk vanuit Raamsdonksveer terugkomt naar Hank. Vooral voor scholieren bijvoorbeeld van het Dongermond College is dat toch wel heel prettig dat je nu gewoon op die manier terug kan. Maar volgens de laatste berichten staat de planning nu dus echt vast. Deze planning die er nu ligt is inclusief alle tegenvallers. Dus het kan niet later worden dan we nu met elkaar weten. Wat ze nu beloofd hebben, ja, ik ga er nou vanuit dat ze dan toch weer gaan starten, maar je weet het nooit. Wij hopen gewoon dat ze zo snel mogelijk nu aan de gang kunnen en dat die, ja, op de, en het is gewoon goed dat het toekomstbestendig gebouwd wordt.